Ik ben Lau, ik ben 17 jaar, kom uit Nederland, ben opgegroeid in Nijmegen en ik woon er nog steeds. Ik heb mijn regenboogstropdas meegebracht, omdat ik denk dat het, ja, het betekent veel voor mij. En ik werk als vrijwilliger voor de LGBT-community. En de regenboog staat als symbool daarvoor. Ik heb me eigenlijk altijd al anders gevoeld dan de meeste meiden. Ik was altijd veel mannelijker gekleed en hield van voetballen, vechten met stokken en hutten bouwen, dat soort dingen. En een paar jaar ik heb eerst geleefd als lesbienne en een paar jaar terug merkte ik dat het toch niet helemaal klopte. En nu leef ik als transgender, gewoon mezelf.